Get at it again with the airplane mode. Woo! Princessia! Princessia! Woo! Kasteel! Waar zijn we eigenlijk geland? Wel, in Puy-de-Fou. Daar zijn we, daar staat het op. Tjaka, Puy-de-Fou, daar. En we gaan jullie gedurende heel het weekend meenemen. Dus volgende stories. Het is een groot thema. Ah, eindelijk terug weg. Allee, ja, we zijn juist in Slowakije geweest, waar trouwens een mini-vlog van online moet komen. Maar ja, we zijn al terug weg naar Puy-de-Fou in de Vendée. Wat juist is, dat ga ik ze niet uitleggen, maar we overnachten eigenlijk in een kasteel en gaan zo terug de tijd in. En ja, mijn prinsesje is er ook klaar voor. Prinsesje! Prinsesje! Hallo, hallo, hallo! Hallo, is ook de stories bezig. Ja, kijk, ja, mislukt. We zijn op Puy-de-Fou in de Vendée. La douche France. Ja, la douche France. We zijn hier in de 20e eeuw beland, want ja. Puy-de-Fou is een themapark voor volwassenen, zo noem ik het eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad. Uiteraard kinderen, maar ook volwassenen. En het is al een paar keer op rij verkozen tot het beste pretpark van Europa of de wereld. Ter wereld. Kijk dan. En eigenlijk alles in thema, echt van onder bijvoorbeeld, vind je ook onze voorgangers, onze voorgaande Instagrammers. Ja, de als gauw, de voorgaande Instagrammers. Kan ik inzoomen? Nee, ik kan niet inzoomen. Wacht, ik ga gewoon flippen. Voilà, daar zijn. Dat zijn eigenlijk de eerste Instagrammers. Je ziet dat, hè. Maar een selfie nemen, dat niet gemakkelijk is. Bonjour! Wij gaan jullie dit weekend meenemen doorheen Puy-de-Fou en laten zien wat voor spektakel dat het juist is. Ons eerste spektakel. Hoe heet het hier? Folie. Folie met vogels. Je ziet niks, hè. Al die vogels die komen dus van daar bovenuit. Daar komen die uitgevallen en dan laten die vogels naar beneden en dan komen die zo overgeblokt. Ongelooflijk! Ja, nee, in een echt kasteel, La Citadelle, zo heet het. Ik ga je meenemen in mijn kamer, want die zegt, mijn prinsesje is ook al binnen dat. Kom maar mee. Volk! Tada! Dit is ons paleisje, hè. En dit is ons uitzicht. Hoppa! En het coolste is het wc, niet? Ja, dat is een troon. Dat is een troon, ik had het laten zien. Tada! Ik kan je nog hele shows laten zien, maar dat heeft heel weinig zin. Je moet er zelf bij zijn om te ervaren, want nu lijkt het of dat wij naar riddertjes en paardjes gaan zien, maar gewoon heel de sfeer is gewoon helemaal top. En om onze reactie van de eerste dag samen te vatten, heb ik dit fragment nog. We beginnen ineens dat kasteel te draaien, zeg. Wat is dat allemaal? Ik ben niet aan het, hè? Ja.